Ja, vanuit Frankrijk. Via een videoverbinding heb ik nu contact met Jeroen. Hoor je me, Jeroen? Ik hoor je. Ja. De vraag die jou natuurlijk het meest wordt gesteld, elke dag maar weer vermoedelijk als je mensen spreekt, is: hoe gaat het eigenlijk met je? Nou, het gaat eigenlijk lichamelijk wat minder. Steeds meer. Die kanker doet echt wel zijn werk. Het is niet voor niks een terminale kanker, dus die laat van zich horen. Maar geestelijk gaat het eigenlijk beter dan ooit. Wat is de gemoedstoestand? Ja, helemaal goed. Ja. Ik voel me zeer gelukkig. En gelukkiger dan ik in jaren ben geweest. Ja. Ik heb met veel plezier, als ik dat mag zeggen, jouw boek Kanker voor Beginners gisteravond en vanochtend gelezen. Waarin jij zegt van ja, je hebt allerlei fases en er zijn allerlei mensen die fases hebben bedacht, maar ik zit gewoon in de fase van het omarmen. Ja, ik heb geprobeerd die ziekte niet te zien als een vijand, maar als iets wat bij mij hoort. He, net zoals je grijze haren bij je horen, je blauwe ogen, hoort ook die ziekte bij je. En je kunt je er tegen verzetten en proberen uit alle macht weer beter te worden. Maar je kunt ook proberen vrienden te worden met die ziekte. En proberen daarmee in een soort evenwicht te komen. En ik heb ontzettend veel aan de ziekte te danken gehad eigenlijk het afgelopen jaar. Ik heb dat boekje geschreven bijvoorbeeld. Had ik zonder die ziekte nooit geschreven. Ik heb het mooiste cadeau van mijn leven gekregen. De plaat met vrienden, waaronder Harry Jekkers, die ik nu zie. Ja. Hey Harry. Die me echt het mooiste hebben gegeven wat ik ooit heb meegemaakt. Je moet je voorstellen hoe dat is. Dat je volkomen onverwacht in Frankrijk zit. Je broer komt langs, dat is op zichzelf al een geschenk. Die heeft dingen bij zich. Hij begon heel onschuldig met een chocoladeletter en rumbonen. Ik had niks in de gaten en ineens gaf hij mij een klein pakketje. Ik maak het open en ik zie daar staan Leven van Merwijk. En ik ben echt 5 tot 10 seconden doodstil geweest, wat in mijn geval eigenlijk vrij ongebruikelijk is. Ja. En ik wist niet wat ik zag. Ik wist echt niet wat ik zag. En toen zag ik dat lijstje met mensen die hadden meegewerkt. En toen gingen we natuurlijk die plaat afluisteren met een ghettoblaster. Midden in het Franse dorp, keihard. En kijk, het gekke was, ik zat me steeds te denken, nou, dat volgende moet een keer misgaan. Want die liedjes van mij interpreteren is nog niet zo makkelijk. Maar al die dingen waren een klap tussen je ogen. Het was zo goed. Ik vond het echt een supergoeie plaat. Vind ik nog steeds.